zijn terug op het landelijk gelegen landgoed Nederheide. Heerlijk in de bossen. Al waar we vandaag al eerder waren met de onvolprezen Bert Kuizinga. Op naar de volgende candidate. En op naar onze volgende pechvogel. Ik ben trouwens op zoek naar de receptie. Daar wordt op dit moment Bas Muis vermomd. En, ik dacht een koekoek hoorde. Dat klopt, Robert. Bas. Weet je meteen hoe laat het is? Wat ben je nou? Halleluja! Oh, een ongeluk komt nooit alleen, Bas. Hi. Zijn dat goede gypsies of niet? Gypsies, dat zijn hippies. Ja, nou, wat je wilt. Dit is een beetje de tijd die ik nog heb meegemaakt in 1861. Wat is nu precies het plan? Ik zal even proberen uit te leggen. Ad, de parkbeheerder, die denkt dat hij in ons complot zit om oud-parkbeheerder Maarten ertussen te nemen. Ja. Maar het is precies andersom, want Maarten helpt ons eigenlijk in de praktijk om Ad ertussen te nemen. Ja, ja. Dus Ad denkt dat hij in het complot zit om Maarten erin te luizen, maar hij weet dan weer niet dat juist Maarten in het complot zit om hem erin te luizen. Snapt u het nog? Ik niet. Maar dat kan gauw. Het park bestaat uit diverse koopchalets. Net buiten het park komt een grote recreatieplas met diverse voorzieningen. Op het park kiezen de mensen hun eigen kavel, op basis waarvan ze hun eigen chalet laten bouwen. En Ad is degene die het hier allemaal tiptop in orde laat lopen. Ha, die Ad. Hij denkt natuurlijk dat Maarten dat... laat maar. Ik probeer hem een beetje boos te maken natuurlijk door het spelletje dat we gaan spelen. En dan hoop ik dat hij boos reageert en naar buiten stormt. En dat hij naar mij toe komt en mij eventueel om mijn nek vliegt. Take your glasses, please. Please, man. Doe wat je niet laten kan. Het park is yours. Op de een of andere gekke manier zit het altijd wel goed met Bas en de vrouwen. Bas. Maarten. En Ad. De drie hoofdrolspelers in deze thriller. En ook onze hippies zijn er helemaal klaar voor om eens lekker te gaan wildkamperen op het terrein. Wat overigens strafbaar is. Op vredige wijze natuurlijk. Dat wel, het blijven hippies. En ons Ad. Die denkt dat hij in het complot zit, zit in de regie met de regisseur. Het wordt helemaal niet getolereerd zo. Hij houdt wel van jonge meiden hoor. Dat weet jij dan weer, Ad. En daar is onze Maarten. De strenge, maar rechtvaardige, voormalig parkbeheerder. De verwachting is dat hij deze mensen binnen 3 minuten van het park heeft gebonjourd. Wie is er voor een barbecue? Ja. Hallo, goedemiddag. Wat gaan we doen? Vakantie, hier bedacht jezelf. Ja, maar we hebben hier geen aftandse camping. We zitten hier op landgoed Nederheide. Ja, 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 dat nee, dat lijkt nergens op. Nee. Ik heb het al warm. Ik heb het al warm. Ik heb een klein tentje opgezet. Hoe zijn jullie überhaupt langs de boom kunnen komen? Nou, die ging gewoon open. Waarom is hier die beheerder? Slechte beveiliging dus. Ik zag er net wel iets van een soort beheerder daar en die zei dat hij het goed vond. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Iemand dat toelaat hier, dat kan ik me niet voorstellen. Nou, ja. Nee, ik zou het absoluut niet doen. Wij zijn gewoon heel rustig. Het is maar een cirkel hoor, als je dan maar om je ingreep. Wat zijn die nou? Het gaat over jou, vriend. Ja. Ik vind het schitterend. Lekker zitten. Een cirkel. Ga nou even gewoon lekker relax zitten, man. Ja, ja. Kom even lekker. Ik kan wel even mee aan doen. We gaan even meedoen. Ja. Zo lekker. Dat had ik niet verwacht. Dat is dat zo. Nee. Hup, schoentjes uit. Het is een begin. Dat weet hij niet. Maar hij heeft een prothese. Ja. Hij heeft een motorongeluk gehad. Nou, noem maar of ik thuis ben. Ja. Doe maar. Even kijken wat er gebeurt. Kijk naar haar laatste gevoel. Ja, het gaat dit wel de goede kant op. Hij wordt dus niet boos. Nee, klaar blijft het niet. Hij doet gewoon mee. Als we nu even moeten plassen, dan zouden we bij jou wel even kunnen plassen. Dan zou dat nog wat kunnen. Kijk, dat heb je alle mensen. Er komen alle mensen bij. Ja. Zie je? Nou, maar mensen zijn ook gewoon relaxed hier. Dus dat vind ik leuk. Ja, als de beheerder het goed vindt, dan wie ben ik om jullie er vanaf te sturen. Nou, kijk, zo hoor ik het graag. Ja.
Zo'n beetje. Volgens mij zijn er nog geen gasten, want anders had ik al lang in de gaten gehad. Ja, nee, zijn er. Weet jij het zeker, Ad? Daar gaat hij zo niet reageren. Maak je daar nou maar niet druk om. Als hier een beheerder komt, voor ik het hoort, en dan komt het helemaal in orde. Kom, neem nog even. Ik heb sowieso niet veel. Ja, laat ze gewoon inpakken. Ja. Kijk, ik zei net, het is een sukkel. Ik vind het een sukkel, ja. Ja, dus je hebt eigenlijk maling aan de laat het toch. Oh, fijne collega. Nee. Ja. Maar waarom is hij zo waardeloos? Ja, dat je dit tolereert. Ja. Oh, dan wordt het chaos. Gaat hij hier nou door? Ja, je lacht wel, maar je bent niet blij. Je bent heel erg. Ik snap. Nou, die beheerder is volgens mij overleden, want die heb ik nog steeds niet. Ja, volgens mij. Je zit te wachten op mij. Maar wat denkt hij dat jij het beddetje bent dan nu? Die weet helemaal niet waar ik ben. Je wordt er een beetje slaperig van, hè? Ja. Dat is al best, met no bier. Ja? Ja, ik ben nog een beetje... Ik wil je even laten zien waar ik vanavond slaap. Oei. Het zal wel een groot verblijf zijn, hè? Kom, we gaan even kijken. Nou, ik wil wel eens zien hoe hij daar bij jullie in zijn werk gaat. Ja? Nou, dat heb je toch goed gezien, Ad. Dat Maarten wel van een groen blaadje had. Ik heb er geen probleem mee. Maar wanneer is dat kan er komen? Ja, want dat is je bak. Wat? Nee, maar we doen niks. We kijken gewoon even lekker in het tentje. Dat is wel weer die nieuwe beheerder. Die moet er in, volgens mij. Nou, gaat hij naar het tentje in? Kom maar naar binnen! Nee. Hij duikt gewoon de tent in met een andere mevrouw. Maar hoe ga je dat zijn vrouw vertellen? Dat zou niet leuk vinden volgens mij. Oh, dat weet ik zeker van niet. Maar dit loopt uit de hand. Gelukkig hoef je niet zoveel te vertellen, Ad. Want ze kruipen er aan de andere kant gewoon weer uit. Maar dat weet jij niet. Zitten zij nog in het tentje? Kom die boys. Oh, oké. Okay. Ze liggen dus in het tentje. Oh, ze liggen gewoon nog in het tentje. Oh, ze liggen gewoon in het tentje. Hallo. Hey, stop! Wow, Ad! Hallo? Sorry. Ad, wat gebeurt er nou, man? Oh, nee, Ad. Oh, nee, Ad. Ad. Oh, nee, Ad. Heb het nou niet door? Goed gewerkt, Bas. Oude hippie. Heb je nou begrepen wat er aan de hand was? Ja. Jij dacht dat hij de maling had genomen. Ja, leg jij het nog een keer uit, Bas. Het zal me gruwelijk bij mijn veter.